De brigade in de keuken is een geoliede machine. Iedereen werkt aan het tussengerecht. De gevulde kalkoen met jus de morille en compot van Veluwse vossenbessen. Zo, Roderick, je bent druk bezig, hè? Mooi, hè? Ja, het hele effect zie ik nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. Ja, zo meteen als het wat donkerder wordt, dan zie je echt alle bomen oplichten. En dan wordt het een sprookjesbos. Ja, dat was afgesproken. Sprookje? Ik had gezegd... Maar nou klets je lekker. Ik zie allemaal mensen lopen, dus die helpen je mee. Want je doet het niet alleen. Nee, het is zo groot. Ik heb hulp nodig. Dus ik heb een bedrijf ingeschakeld die mij meehelpt om het zo meteen echt een sprookjesachtig effect te geven. Ja, ik ben benieuwd, hè? Een bedrijf? Het is een bedrijf die dat doet. Ja, dan zie je hetzelfde als Steve Jobs bijvoorbeeld. Een nieuw product op de markt brengt. Dan bedenkt hij het en dan maakt hij een heel evenement eromheen. Maar het moet er nog wel geregeld worden. Oh, zij doen die hele show. Ja. Dat maken zij. Ja, het zijn niet mijn lampen en alles. Zij regelen dit allemaal. Dus als bedrijf zeg je eigenlijk, want het is alleen voor bedrijven. Ja. Dan zeg je op een gegeven moment bijvoorbeeld, ik wil een sprookjeshow hebben. Want ik wil wat tonen. Ik wil een plant tonen. De hele borens wil ik tonen. Nou, in dit geval de hele bos gaan we je opbouwen. En dan maken ze een show van. Zij doen dat voor me. Nou, dit is in ieder geval. Ik ga vanavond zien of het echt een sprookje is. Ik wacht het wel af. Ik ben benieuwd. We gaan zo direct beginnen met een heerlijk diner. Laten we nog wel even toosten. Dat doen we. Ja. Hey. Proost. Proost. Ja, ik moet nog werken. Jij moet nog aan de bar. Ja, ik heb een klein stakje dan.